Yes. Nou, goedemiddag. Dank jullie wel dat ik hier weer aanwezig mag zijn. Twee weken geleden was ik hier en het is nu volle bak hier. Dus nou, alle mensen die ik nog niet heb gezien, die voor de eerste keer hier zijn, welkom. Mijn naam is Richard Noordhoek. Dat is mijn moeder. Dat heb ik meegenomen vandaag. En we hebben heel Nederland gezien. We hebben heel Nederland gezien omdat de A28 tussen Amersfoort en Zwolle dicht is. Oh, lekker. Dus we hebben, we moesten anderhalf uur moesten we rijden in plaats van een uur. Ben je ook dus, niet veel uur gekomen? Nee, we zijn door de hele weilanden, de polder, alles. We hebben echt alles gezien. Dus ja, dan, ik denk dat het dan extra goed moet gaan worden, toch? U wou een auto kopen, maar koopt dan een helikopter. Een helikopter, ja. Ja, dat gaat wel sneller. Dat gaat wel sneller, dat klopt. Even kijken. Twee weken geleden hadden we het over de drie-eenheid. Hebben we gesproken over de drie-eenheid. En heb ik als het ware een soort basis gelegd voor wat de drie-eenheid ongeveer is. En Wat is de drie-eenheid voor mensen die dat niet weten? Nou, de Bijbel zegt in het Oude Testament dat onze God is één. He, hoor, o Israël, uw God is één. Wij dienen één God. Maar aan de andere kant hebben wij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoe kan dat nou? Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. En dan ga ik nu weer een klein stukje verder opduren en het laatste stukje krijgen jullie volgende maand. Want 20 augustus uit mijn hoofd, dan ben ik weer hier, mag ik weer hier komen spreken. En dan hebben we als het ware het laatste stukje. Dus we gaan het even hebben over de drie-eenheid. Johannes 14, vers 15 tot en met 20 en vers 26. Als iemand een Bijbel bij zich heeft, digitaal of op papier, dan kan je daar naartoe openslaan. We gaan dus vandaag kijken naar de drie personen van de drie-eenheid, de Vader, Zoon en Heilige Geest. En we gaan kijken naar de drie personen die samen optrekken. En dat hebben we vorige keer al gezien bij de doop van Jezus Christus. Jezus, die Zoon van God is, de Zoon van God die uit de hemel komt naar deze aarde, die zijn bediening begint, moet alsnog gedoopt worden. En we gaan dus ook een klein beetje de geschiedenis in duiken. Ja, dat gaan we voor een andere keer doen. Want de drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Het is wel een waarheid en het is onmisbaar. Amen. Johannes 15, vers 16 tot en met 20. Normaal is het zo vroeger was het zo, op het moment dat je mensen niet meer hoorde bladeren, dan wist je gewoon van iedereen is aanwezig, die weet precies waar is, maar op dit moment gaat dat niet. Dus ik ga ervan uit dat je er op dit moment bent, bij het stukje tekst wat we voor gaan lezen. Jezus zei, als jullie echt van me houden, doe dan ook wat ik zeg, want ik lees uit de basisbijbel. En ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Moet je horen. Dit is vers 16. Daar wil ik alvast even bij stilstaan. Jezus zegt. En ik zal aan de Vader. Dus de Zoon gaat aan de Vader vragen. Om een andere helper. Dus dat is al in één zin. Is dat al de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid, die de mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten, ik kom naar jullie toe. Nog maar even en dan zullen de mensen die niet in mij geloven mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien, want ik leef en jullie zullen leven. Dan zullen jullie weten dat ik één ben met mijn Vader
en dat jullie één zijn met mij en dat ik één ben met jullie. Vers 26. Omdat jullie bij mij horen, zal de Vader jullie straks de helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat ik tegen jullie heb gezegd. Amen. Amen. Geweldige tekst. De vorige keer hebben we gekeken naar de doop van Jezus Christus. Als je ervan uitgaat dat Jezus God is, waarom moet hij dan nog worden gedoopt? Maar het deed alles voor ons tot voorbeeld. En we zien daar bij de doop van Jezus Christus de hele drie-eenheid in actie, net zoals in deze tekst. Jezus is gehoorzaam aan God en hij wordt gedoopt. God de Vader, die vanuit de hemel zegt, dit is mijn geliefde zoon. En de Heilige Geest, die komt neer als een duif. Nou, hier zien we opnieuw een heel mooi samenspel van de drie-eenheid. Jezus de Zoon vraagt aan God de Vader om de Heilige Geest te sturen. Maar vandaag wil ik samen met jullie kijken naar het belangrijkste element die God, God maakt. En dit element zien we terug in alle drie de personen. En dat is de goddelijke liefde. Voor de studenten onder ons, de Bijbelstudenten onder ons, is dat de agape-liefde. Mensen hebben daar wel, waarschijnlijk wel wat vaker van gehoord, of niet? De agape-liefde. Nou, voor mij komt die liefde van God, de Vader, het meest naar voren door het verhaal van de verloren zoon. De zoon gaat schandalig om met zijn vader. Dat zie je tegenwoordig steeds vaker. Hij laat hem compleet vallen. En toch staat God de Vader elke dag op de uitkijk om te zien of de zoon terugkomt. Amen. Nou, dat is één. Ik bedoel, we kunnen een heel verhaal, maar het punt is dat we hebben maar een kort tijdsbestek. Nou, het tweede waar ik aan moet denken is het verhaal in Genesis. Het scheppingsverhaal. Waarom heeft God deze aarde gemaakt? Om met Adam te wandelen in de avondkoelte. Dat was het oorspronkelijke idee van God. Dat de mens gemaakt is. Dat de mens helemaal rein en vlekkeloos gemaakt is. Helemaal zonder zonde. Maar de mens, Adam, valt in zonde. Samen met zijn vrouw Eva. En vanuit liefde, het is ook nog eens een keer vanuit liefde, stuurt God Adam weg uit de tuin van Eden. Hij zegt, nu is de mens net als wij. Hoor je dat? Net als wij. Niet net als ik, net als wij. Amen. Hij weet wat goed is en wat kwaad is. Hij mocht niet meer, dus de mens mag niet meer van de boom eten van eeuwig leven, want anders zou Adam voor eeuwig hebben geleefd. Terwijl hij zondig was, dan had je echt een heel groot probleem gehad. God deed dit dus uit liefde. Nou, het derde waar ik aan moest denken, is de bekendste tekst van de Bijbel. De tekst die we met de werkplaats bezig zijn om uit te spitten. De werkplaats, dat is een plek waar wij op zondagavond bij elkaar komen. Voor mensen die de Bijbel soms niet helemaal begrijpen. Maar we gaan stukje bij beetje, gaan we de hele Bijbel of gaan we een stukje tekst gaan we door. En we hebben afgelopen weken hebben Johannes 3 vers 16 onder handen genomen. Johannes 3 vers 16 voor de mensen die het niet kennen zegt, want God heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Uit liefde voor de mens heeft God zijn eigen zoon gegeven. Maar niet zomaar heeft hij zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven om te sterven aan het kruis. Toen Jezus uit de hemel ging naar deze aarde, wist hij al hoe het zou aflopen. Voor ons als mensen. En wij mensen van nature kijken niet naar hem om. Wij denken van ach, die Jezus, ach, dat zal allemaal wel.
Dus dat is mijn eerste punt van liefde die Jezus ons liet zien. Dus we hebben de drie punten van God de Vader. Maar we hebben het ook over Jezus, de liefde die Jezus ons liet zien. Hij heeft zijn heiligheid, hij heeft eigenlijk zijn God zijn, heeft hij afgelegd om naar deze aarde toe te komen, om te sterven aan het kruis. 1 Johannes 4 vers 9 zegt, wij hebben gezien dat God van ons houdt. Hij heeft zijn enige zoon naar de aarde gestuurd om ons eeuwig leven te geven. Eigenlijk hetzelfde, maar dan net in andere woorden. Johannes 15 vers 9 tot 12 zegt, Jezus zei, de Vader houdt heel veel van mij. En ik hou net zoveel van jullie als de Vader van mij. Zorg dat jullie, New Life Church Zwolle, zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Amen. Als jullie doen wat ik zeg, dan zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals ik doe wat de Vader mij heeft gezegd. Daardoor ben ik vol van zijn liefde. Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren meer, want de dienaar weet niet wat de plannen van zijn Heer zijn. Maar ik noem jullie mijn vrienden, want alles wat de Vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Nou, met deze tekst kunnen we heel veel halen. Laat het eens door je doordringen. Jezus hield net zoveel van jou en van mij als het hij van God hield. Als dat de Vader van hem hield. Als dat Vader God van hem hield. Dus Jezus zegt hier, ik hou net zoveel van jou. Van jou persoonlijk. Als dat God van zijn enige geboren zoon Jezus houdt. Nou, wie heeft die kinderen? Amen. Wie heeft hier één kind? Ja, ik bedoel niet, wie heeft er, ik bedoel niet meerdere kinderen, dus alleen maar één als kind. En dat is anders. Dat is anders dan als je meer kinderen hebt. Waarom namelijk? Er is iets anders in de relatie die een ouder heeft met een enig kind. Mijn vrouw is ook een enig kind. En je ziet gewoon dat het anders is. De liefdesband, de band met de ouders is intenser. Omdat alle liefde, de hele focus, alles is gericht op dat enige kind. En als dat zo is bij ons mensen, hoeveel te meer bij God. Amen. Maar Jezus houdt net zoveel van jou en van mij als dat God houdt van zijn enige kind. Jezus heeft zoveel liefde voor de mensen om hem heen dat hij zijn vrienden noemt. En hij geeft zijn leven voor zijn vrienden. En hij geeft jou en mij de opdracht om precies hetzelfde te doen. Om ons leven op te offeren voor anderen. Om onze belangen en verlangens opzij te zetten voor anderen. En op het moment dat onze verlangens en belangen hetzelfde zijn als die andere mensen, is dat geen probleem. Maar wat nou op het moment dat die verlangens en belangen anders zijn? En hij vraagt ook ons om datgene te doen wat je vrienden vragen om te doen. Maar als we het hele leven van Jezus bekijken, dan zien we ook zijn liefde. Liefde voor mensen. Liefde voor de mensen buiten de maatschappij. Zoveel mensen die ziek zijn, die hij genezen heeft. Mensen die deze maatschappij niet ziet staan. Waar Jezus gewoon mee gaat eten. Amen. Ik moet denken aan Zacchaeus. Zacchaeus was een tollenaar. Een foute belastingambtenaar. Die over de ruggen van arme mensen rijk werd. Zacchaeus was rijk, maar hij werd met de neus aangekeken. De meeste mensen, door de meeste mensen. Hoe zou jij daarmee omgaan?
Hoe zou jij daarmee mee omgaan? Hoe zou jij omgaan met, ik noem maar wat, een politicus die je tegenkomt en waar je een mogelijkheid krijgt om daar mee te gaan eten of praten. Jezus die hield van deze mensen. Amen. Hij had niet gelijk een oordeel. Hij had geen oordeel over, deze mensen. Het mooie van Jezus was dat, mensen die ziek waren, mensen die zondaren waren, mensen die buiten deze maatschappij stonden, die hadden een soort daar had hij een soort aantrekkingskracht op. Waarom namelijk? Omdat hij geen oordeel gaf aan de mensen. En hoeveel te meer, hoeveel anders is dat tegenwoordig met ons christenen? Wij hebben gelijk ons oordeel klaar. Gelijk zeggen we, en dat is niet goed, en zo moet veranderen. Nee, Jezus zegt dan, oké, kom maar. Kom maar, het eerste wat hij zegt is, kom maar. Natuurlijk kan je niet blijven zoals je bent, maar het eerste is, kom maar. Een laatste voorbeeld die ik aan wil halen, is dat Jezus had discipelen. Hij had leerlingen. Hij had zijn leerlingen lief. Ken je het verhaal van Thomas? Thomas was er niet bij toen de eerste keer dat Jezus verscheen nadat hij overleden was en nadat hij opgestaan was. Toen hij verschenen was aan de leerlingen. De andere leerlingen waren enthousiast. Wow, jij hebt Jezus gezien! Hij is er weer, hij is het echt. Maar Thomas, die heeft zelf gezien met zijn eigen ogen, 2 dagen eerder, dat zijn eigen meester aan het kruis genageld werd. En vervolgens zijn daar een paar vrienden en die zeggen, ja, we hebben hem gezien. Amen. Hallo? Ik bedoel, dat is nog iets in je hoofd om een knop om te draaien. Dat kan me voorstellen dat Thomas zegt, ja maar dat ga ik niet zomaar 1, 2, 3 geloven. Dat kan ik me best voorstellen om te bedenken dat Jezus is opgestaan. Want het is eigenlijk out of the box, want het is nooit eerder gebeurd. Voor ons is dat gesneden koek, wij lezen dat elke zondag. Maar Thomas was daar op dat moment. En hij zei, alleen als ik de wond in zijn handen zie en in zijn voeten zie en aanraak, dan weet ik zeker dat hij het is. En later verscheen Jezus. En weet je wat het mooie is? Jezus bestraft Thomas niet. Hij komt Thomas tegemoet in zijn ongeloof. Hij zegt, jij wil mijn handen en mijn voeten aanraken, doe dat dan maar. En hij zegt, geloof je nu pas, nu je mij hebt gezien? Dat was gewoon een vraag. Dat was niet een veroordelende vraag. Maar wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven. Wat fantastisch. Amen. Nu gaan we nog kijken naar de Heilige Geest. Jezus roept jou en mij op om elkaar lief te hebben. Niet alleen mensen die hier zitten van New Life Church of de mensen van CCC waar ik naartoe ga op de zondagochtend. Maar alle mensen, alle christenen die Jezus als Heer hebben. Waar zij ook mee bezig zijn, hoe zij ook denken. En soms is dat lastig, maar het is wel mogelijk. De enige manier waarop wij zonder ruzie met elkaar om kunnen gaan, is op het moment dat jij je richt op het offer van Jezus Christus. Amen. Het punt is, in deze wereld, tegenwoordig, is het zo makkelijk om je af te laten leiden van de ware boodschap. En de ware boodschap is dat Jezus Christus nog steeds gestorven is en voor ons aan het kruis gegaan is. Dat is wat ons bindt. Het bindt is datgene wat het evangelie is. Datgene wat ons bindt is de Bijbel. Het offer van Jezus Christus.
En als we ons daarop focussen, dan kunnen we daar onze vriendschap op bouwen. Niet op de verschillen. Niet op de dwalingen. Niet op de dingen die niet goed zijn. Wij hebben een Bijbelgroep in de kerk. Bij ons hebben wij een Bijbelgroep. We komen altijd bij elkaar op de woensdagavond. Dat doen we tegenwoordig digitaal, omdat dat zo gegroeid is vanuit de coronaperiode. En daar hebben we mensen die echt van heel ver komen. Vandaar, wij wonen in Utrecht. Kerk is ook in Utrecht. Maar mensen komen echt van heinde en verre. En daarom is het ook goed om digitaal met elkaar bij elkaar te komen. En dat gaat goed. Nou, in deze groep hebben wij ook onze gedachten over zaken in deze wereld. Onze politieke voorkeuren, om het zo maar te zeggen, die staan behoorlijk ver uit elkaar. En de manier hoe wij kijken naar dingen die in deze wereld gebeuren, dat verschilt ook nogal eens. Maar weet je wat het mooie is? We hebben geleerd dat het misschien wel belangrijk is voor ons, maar het is geen breekpunt. We hebben geleerd om voorbij onze meningsverschillen te kijken en Jezus centraal te stellen. Amen. Nou, in die Bijbelgroep is er een andere jongen en de jongen heet Joost. En hij is half een onderdeel van die Bijbelstudie. En Joost komt uit België. En hij gaat daar ook naar de kerk toe. Nou, hier in Nederland zijn christenen in de minderheid. In België mag je van geluk spreken als er een Pinkster of Evangelische gemeente in jouw stad is. Daar zijn de aantallen nog veel kleiner. En Joost zegt, dan zie je dat het dus niet uitmaakt hoe er over dingen gedacht wordt. Dat betekent dat je gewoon samen bent. Het is niet zo dat vanwege elk klein meningsverschil dat je uit elkaar gaat en dat je weer je eigen kerk begint. Want we zijn al lang blij met deze kerk. Nou, wat een verschil met Nederland. En ik denk dat we daar iets van kunnen leren. Want als een voorganger een verkeerde preek preekt, of op het moment dat hij anders denkt over een bepaalde situatie of over een bepaalde ding, dan is dat gelijk een reden om naar een andere kerk te gaan. Nou, wij moeten weer leren om elkaar lief te hebben zoals God zijn Zoon heeft lief gehad. En dat kan alleen maar met behulp van de Heilige Geest. Galaten 5, vers 22 en 23. De vrucht van de Geest. Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, hulpvaardigheid. En tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niks. Nou, nu heb ik voor de Bijbelstudenten heb ik één vraag. Hoeveel vruchten van de Geest zijn er? 9. Ja, ik heb je gehoord. Zijn er nog meer mensen die een ander antwoord hebben? Sommigen zeggen 12, toch? De vrucht van de geest, er wordt gesproken over de werken van het vlees, in Galaten 5 vers 19, maar het gaat over de vrucht van de geest. Het is één vrucht. Met andere woorden, het is één vrucht met allerlei, met al deze aspecten daarin, om het zo maar te zeggen. Dus je kan niet zeggen, ja nee, ik ga niet helpen in de kerk, want ik heb niet de vrucht van hulpvaardigheid. Dat kan niet. Of je hebt de vrucht van de geest, of je hebt hem niet. Heb jij de Heilige Geest, dan heb jij de bovennatuurlijke gave om andere mensen lief te hebben die totaal anders denken dan jij. En daar hebben we echt de Heilige Geest voor nodig. Als ik om me heen kijk in de christenwereld, dan zien we enorme verdeeldheid over allerlei onderwerpen. En enorm veel aparte denominaties en christenen die elkaar uitsluiten. En dan hebben we het over, nou dan gaan we het even veilig hebben. De mensen uit de gereformeerde gemeente, die hebben het zelfs nog over de vrouw in het ambt. Wel of niet. De evangelischen hebben het over wel of niet accepteren van LHBTI binnen de gemeenschap. En wat denk je van wel of geen Trump? En wat, nou, ik kan nog eventjes doorgaan, om het zo maar te zeggen.
En er zijn ook heel veel christenen die geloven dat ze wakker zijn en dat anderen slapen. Maar mijn vraag is, wat is essentieel? Wat essentieel is, is dat wij samen de Heere dienen. Ja, ik heb mijn gedachten. Ja, ik heb mijn standpunten. En ik laat mij niet zomaar van afbrengen. Want op het moment dat ik iets denk en een standpunt heb, dan zal ik het verdedigen ook. Maar deze tekst zegt heel duidelijk dat wij elkaar lief moeten hebben. En niet zomaar lief moeten hebben, zo lief moeten hebben, als dat God de Vader, Jezus zijn Zoon, lief heeft gehad. En dat kunnen we door de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof ook dat wij als christenen de Heilige Geest nodig hebben in ons huwelijk. Omdat man en vrouw van een andere planeet komen. Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Ook al gelooft deze wereld anders, ook al gelooft deze wereld dat wij allemaal hetzelfde zijn. Het punt is dat de man is op een bepaalde manier gemaakt, de vrouw is op een bepaalde manier gemaakt. En het is belangrijk op het moment dat wij samenkomen, dat we als het ware een soort vertaler ertussen hebben in zitten. En daarom hebben we God nodig. De Bijbel zegt in Prediker dat een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Man, vrouw en God. Ze hebben het dus vandaag gehad, alleen helemaal gehad over de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We hadden het alleen over dat is het enige waar we het over hebben gehad. Ik wilde het eigenlijk nog over veel meer dingen hebben, maar het punt is dat de tijd is daar te kort over. Want ik wilde het ook hebben over oneindigheid. God de Vader is oneindig, Jezus de Zoon is oneindig. Hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. En de Heilige Geest is oneindig. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn ook genadig, alle drie. Maar helaas, ik kom daar niet meer aan toe. Dat laat zien hoe groot het onderwerp is van de drie-eenheid. En als er één ding is die we vandaag kunnen meenemen, is het dit. Wij hebben de opdracht om anderen lief te hebben. En dat kunnen wij doen door de Heilige Geest. Kun jij geen liefde opbrengen voor een broeder of zuster die anders is dan jij denkt? Vraag de Heilige Geest. Vraag God de Vader, vraag de Heilige Geest, vraag om hulp. Hij is hier om ons te helpen. Hij is onze helper. Ik heb altijd geleerd, op het moment dat God ons iets, een opdracht geeft om te doen, dan kan het ook. Hij stelt dan ook ons in staat om het te doen. Dan kan je ook heel simpel zeggen, God, ik heb het geprobeerd. Wilt u mij helpen? Ik heb meerdere keren gebeden, God, geef mij de ogen die u heeft voor andere mensen. Laat mij zien de liefde, laat mij de liefde voelen die u heeft voor anderen. Want ik heb die liefde niet. Ik zie niet hoe deze mensen, hoe deze mensen leven, hoe deze mensen doen en hoe ik deze mensen lief kan hebben. Maar op het moment dat ik uw liefde krijg, uw ogen krijg, de manier hoe u naar deze mensen kijkt, dan kan ik dat wel. Amen. Dat is hetgene wat ik had. Amen.